Hey jongens, als jullie een show hebben, dan warmen jullie graag op. Eigenlijk heeft elke band wel opwarmliedjes in de kleedkamer. Van jongens, nog 10 minuten. Oké, we hebben een Bluetooth speakertje mee. En we gaan even iets knallen, zodat we zin in die show krijgen. Zeker, ja. Jullie hebben dat ook? Ja, wij hebben dat ook, ja. Je had een soort food court waar jullie toen speelden. Ja, zoiets, ja. En dat is echt... Voor jullie muziek is een festival al soms spannend. Houden ze hun bek dicht. En dan als je in een food court staat, dan moet je helemaal gaan afvragen hoe handig is dit. Ik heb een vriendinnetje die... Die gaan goed in de... Je hebt gewoon een sugar mama gevonden. Zeg het nou maar gewoon. Nee. Ik krijg er helemaal warm van. Toen kwam de eerste plaat. Nou, er is heel veel lof over geweest. In Nederland, ook buitenland. Toen kwam de tweede plaat, We Only Part to Meet Again. Noem je dat dan de moeilijke tweede? Laatste vraag hier is, wat is jullie absolute rider item? Hey, voor de mensen die niet weten wat een rider is. Als je als band bij een zaal komt spelen, dan stuur je even van tevoren op... Wij zouden wel graag dit of dat in onze kleedkamer willen hebben. En sommige bands eisen dat wat meer. En jullie zijn denk ik ondertussen ook op het niveau dat je kan zeggen... wij willen wel in ieder geval dat er een kratje bier klaar staat. Of misschien wel toch die schaal M&M's. Je knijpt een beetje of zo. Ja, het is twang. Hoe noem je dat? Twang is het. Het is een beetje wat Amy Winehouse ook deed. Dat van meet me downstairs. Ja. En dat is een beetje wat ik heb toegepast op liedjes om het wat meer punch te geven. Wij hebben aan de lijn daadwerkelijk volgens mij iemand van het street team van Mr. & Mississippi. Met wie hebben wij het genoegen? Met Anouk. Hallo Anouk. Hey Anouk. Hey. Hi. Konden zij er zojuist toch even niet op jouw naam komen? Zij zijn klootzak in het echt, man. Ja, dit is voor het eerst. Ik heb een sixpack bier meegenomen voor jullie. Maar jullie zien de bar die hier nog open is. En jullie beginnen gewoon aan... De bar is volgens mij niet meer open. Oh, de bar is al dicht. Ja, wel open, want ik heb €15 neergelegd en we mogen straks nog meer bier halen. Nee, het is eigenlijk een middelvinger naar religie. En daar gaat het hele liedje over. Laat ik het daar een beetje bij laten. De keuze van Maxime. En Maxime is hier helemaal niet meer. Waar is hij? Maxime is bier halen. Gatsie, dakkie. Nog meer? Ja. Hou op met me. Het houdt niet op, joh.